Heer De Wacht, kunt u misschien de samenleving via ABC uitleggen hoe de zitting vandaag is begonnen in de kwestie van de SPSB en wie verdedigt u precies? In die zaak van de SPSB verdedig ik de heer Hewaki en ik heb vandaag waargenomen voor minister Piek die de heer Kromos erbij staat. En de zaak is vandaag begonnen met de voordracht van de officier. En dat houdt in dus dat de officier het verzoek aan de kantonrechter heeft gedaan om de zaak in behandeling te nemen. En toen zijn er daarna afspraken gemaakt over de vervolg en de verdere inhoud die de zittingen zullen gaan vervullen. Dat is vandaag gebeurd. Hoe kan het voorkomen dat eigenlijk de advocaten niet over alle dossiers beschikken? Net wat de officier heeft aangegeven, bepaalde advocaten waren vanaf het begin van het proces erbij betrokken. Anderen zijn er naar gelang de tijd vorderde erbij gekomen. Maar in het verstrekken van stukken blijkt dus dat bepaalde stukken geen betrekking hebben op bepaalde verdachten, waardoor er dus een selectiekeuze moest worden gemaakt. Dus kennelijk heeft het daaraan gelegen dat bij de uitwisseling van stukken en de keuzemogelijkheden die daarbij bestonden, bepaalde advocaten niet alle stukken hebben gehad. U heeft ook een verzoek gedaan voor inlopige vrijheidstelling? Ja, dat klopt. Ik heb gevraagd om de heer Hewaki en de heer Kromosuto voorlopig in vrijheid te stellen en de verdere behandeling van het proces in vrijheid mee te maken en daaraan mee te werken. U heeft eigenlijk ook een vergelijking gemaakt dat het OM deels naar willekeur handelt, want in de case van mevrouw Vera, overste Vera, heeft het OM haar niet in verzekering gesteld, maar uw cliënten wel. Ja, ik heb daarbij ook aangegeven dat ik die keuze helemaal begrijp. Omdat als je kijkt dus naar de noodzaak van de inverzekeringstelling, dan kan ik best wel snappen en begrijpen dat overste Vera dus niet in verzekering is gesteld. Maar dat neemt dan niet weg dat de vraag gesteld wordt waarom dan deze drie verdachten. Hoe zou het dan moeten zijn? Zouden deze verdachten vrij moeten zijn of zou overste Vera juist in verzekering gesteld moeten worden? Nee, als ik begrijp waarom de keuze is gemaakt om mevrouw Vera niet in verzekering te stellen, dan zeg ik in het verlengde daarvan dat deze drie heren dan ook in vrijheid hun zaak ten processen kunnen meemaken. Dat is wat ik zeg, want ik snap de keuze, want de noodzaak ontbreekt. De noodzaak ontbreekt zowel bij mevrouw Vera als bij deze drie heren. Wanneer gaat de zaak weer voor? 10 mei. Alsjeblieft.